Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Deze week staat in het teken van inbraken in de wijk. We lopen met wijkagent Peter Vos door de wijk en krijgen tips hoe je je huis het beste kunt beveiligen. En Patricia Doornbos van Slachtofferhulp vertelt over hoe zij in actie komen na een inbraak. Verder een filmpje van de vloggers uit de Bothoven over hun actie tegen inbrekers. De zomervakantie is vaak een periode waarin inbrekers hun slag slaan in de wijken. Het laatste jaar zijn in veel buurten WhatsApp-groepen gestart, vaak met succes. Toch was het in de Diekman S en Doldrik wel een aantal keren raak. De laatste week hebben we wel weer een aantal woninginbraken gezien in de wijk. We hebben ook de WhatsApp-groep voor gebruikt om de burgers mee te laten kijken naar de daders. Dit betrof onder andere een heterdaad woninginbraak. En daarbij hebben wij als politie gezien dat de burgers uit de wijk actief hebben meegezocht naar de daden. We hebben de burgers met elkaar in verbinding gezet via die WhatsApp-groepen. We hebben bordjes op laten hangen in de wijk waarbij gezien wordt dat er een WhatsApp-groep actief is in de wijk. Dat wil zeggen dat de burgers onderling samenwerken om inbraken en verdachte situaties tegen te gaan. We zien met de hoekwoningen, die zijn extra gevoelig voor een inbraak. Daar kunnen daders beter ongezien de tuin inkomen om een inbraak te plegen. Daarin brandgangen achter woningen zijn wat gevoelig. De burgers weten zelf wel van, hey, dit is geen buurtbewoner. Iemand anders heeft in een brandgang achter een woning niks te zoeken. Daarvoor zou je kunnen kijken van, hey, ik zorg voor een extra sensorlamp in de brandgang of achter mijn woning die aangaat. Dat vinden ze vaak niet prettig in ieder geval. En voor de rest is het hangen- en sluitwerk ook heel belangrijk. Vroeger had je een enkel slot die op een nachtslot in het midden ging. Tegenwoordig werken ze allemaal met driepuntsluitingen. Dat is voor nieuwbouw natuurlijk makkelijker als voor oudere woningen. Maar ook oudere woningen zijn heel goed te voorzien van het politiekeurmerk Veilig Wonen. En daarvoor kunt u het beste advies vragen bij een beveiligingsbedrijf. Nou, het is heel belangrijk dat de groep, de buurt-app in ieder geval, alleen gebruikt wordt voor verdachte situaties en 112 meldingen. Dat betekent dat er niet discussies met elkaar aangegaan moeten worden. Het moet echt alleen bij verdachte situaties en 112 meldingen moet de groep in kennis worden gesteld. En wij zeggen altijd, zet nu een aparte ringtoon op de WhatsApp groep, bijvoorbeeld een sirene. En als die sirene gaat, dan moet er ook daadwerkelijk iets aan de hand zijn. En dan moet de hele buurt gelijk alert zijn om mee te kijken. Een inbraak in je huis kan een behoorlijke impact hebben op je gevoel van veiligheid. Slachtofferhulp helpt mensen zich weer op hun gemak te voelen in hun eigen huis. Patricia Doornbos werkt hieraan met een team in Enschede. Nou, wat we doen is in eerste instantie een luisterend oor bieden. Medewerker van Slachtofferhulp checkt ook altijd hoe gaat het nu met je. Waar heb je zelf behoefte aan? Wat heb je nodig? Daar gaan we ook meestal dan op door. En dan kijken we ook, moeten we helpen bij invullen van formulieren voor de verzekering bijvoorbeeld? Of wil je gewoon praten over dat wat je bent tegengekomen? Wat we in eerste instantie doen is dat we ook aangeven dat dat een heel gewoon gevoel is. Dat dat heel normaal is dat je dat tegenkomt. Als je zo'n gebeurtenis hebt gehad, als iemand bij jou in huis is geweest, als je bij jou is ingebroken, dan ben je gewoon je gevoel van veiligheid kwijt. Maar kun je ook wel andere gevoelens van stress ervaren. We zien toch wel vaak dat het op een gegeven moment zich ook weer normaliseert. Wij kunnen ook aangeven dat gelukkig die stressgevoelens ook afnemen in de loop van de tijd. Dat we ook zeggen van, ga ook vooral over weer de normale gang van zaken, de draad weer oppakken van je dagelijkse dingen. En zorg ervoor dat je die deur altijd op slot houdt en dat je goed kijkt en checkt van waar moet ik aan denken. Maar wij stimuleren ook zeker dat je contact zoekt ook en ondersteuning vraagt gewoon van je omgeving. Maar dat is heel erg belangrijk. Ook voor het begrip van je gevoelens, van je stressgevoelens die je hebt ervaren. Maar ook om samen te praten over dat gevoel van veiligheid. De vloggers in de Bothoven onderzoeken de komende weken inbraakpreventie in hun wijk. We zitten hier gezellig met 4 man bij elkaar om voor 2016 het één dag niet verhaal weer te organiseren bij ons in de wijk, de Bothoven in Enschede. En we hebben al wat ideetjes op papier en eigenlijk willen we die de komende paar weken met jullie allemaal delen om, ja, te laten zien wat wij zoal doen. Wijkagent Benny Visserdijk geeft de bewoners tips hoe ze inbrekers buiten de deur kunnen houden. Zojuist hebben wij een spreekuur gehad, wat we elke dinsdagmorgen hebben tussen 11 en 12 met de wijkagent. Naar aanleiding ook van gisteren, waarin we bijeen zijn gekomen om de plannen te maken voor één dag niet, wil ik graag aan jou eigenlijk even vragen van hoe staat het ermee met de woninginbraken en of je nog een goede tip voor ons hebt. Ja, nou, de wijk die zit vrij goed in elkaar, ook in plaats op woninginbraken. Ik doe wekelijks altijd een mailtje maken voor de wijk, een tweetje zeg maar,
om de stand te geven. Eigenlijk zitten we al wekenlang achter elkaar, ik denk al wel 5-6 weken op nul. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja. En dat is best geruststellend. Ja. En als je dan praat over een tip, kun je een tip geven, zoals we geven afwas in. Ja. Dat is eigenlijk, maak gebruik van je nachtslot. Want we zien dat te vaak in de wijk, de andere wijken, dat veel wordt geflipperd. Een kaartje heel simpel de deur wordt gemaakt. En eigenlijk kun je dat heel simpel voorkomen door je nachtslot erop te zetten. Ook als je overdag een keer gaat met naar de boodschappen toe, dat je de wijk in gaat. Ja. Tip 1. Nou, zijn we heel blij mee. Mooi. Dankjewel. Jo, okay. Is er nou ook iets opmerkelijks in jouw wijk? Mail ons dan even. Volgende week nemen we een kijkje bij de verbouwde winkel van Broekhuis in Enschede. Hoe zag de winkel er vroeger eigenlijk uit? Tot volgende week!